Dit is Esther van der Heijden, moeder van twee meisjes met autisme. In het dagelijks leven is ze muziektherapeut en koordirigent. Dit zijn de dochters. Rechts is Inge, die is 11 jaar, en links is Rinske, die is 8 jaar. Beide meisjes hebben Asperger, weten ze sinds een paar jaar. Vroeger toen ze klein waren, was dat nog niet bekend. Was er toen veel stress met Sinterklaas? Ja, verschrikkelijk. Nou, niet alleen Sinterklaas, dat begon eigenlijk al begin november al. Met dat iedereen opzag tegen wat er zou gaan komen begin december. En natuurlijk daarna de kerst. En dan hebben we ook nog een jarige op 21 december. Dus eigenlijk was na december waren we allemaal zo uitgeput dat we allemaal op vakantie moesten. Maar dat was ook niet echt een goed plan met allemaal autistische mensen in huis. Dus het is eigenlijk altijd een vreselijke stresstoestand geweest waar we helemaal geen lol meer in hadden. Allemaal niet. Esther wist uit ervaring natuurlijk al wel dat verrassingen en onvoorspelbare gebeurtenissen in hun gezin veel stress veroorzaakten. Maar toch deed ze mee met Sinterklaas op de manier zoals iedereen dat doet. Ja, maar meer omdat we op dat moment nog niet wisten dat de meisjes allebei Asperger hadden. En je hebt natuurlijk wel iets in de gaten dat ze, dat er iets niet klopt, dat ze het eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Maar je denkt dan als moeder vanuit je eigen perspectief van ja, ik wil ze dat ook niet onthouden, het Sinterklaasfeest. Het is eigenlijk te leuk om dan maar niet te gaan vieren. En bovendien doet iedereen het. Dus hè, als ze dan de dag daarna op school komen, is het ook sneu als wij helemaal niks aan Sinterklaas hebben gedaan en ze geen pakjes hebben gehad. Ja, toen we eenmaal wisten dat ze allebei Asperger hadden en ook mijn inmiddels ex-man Asperger heeft, toen hebben we de boel wel drastisch omgegooid. Want dan ga je realiseren dat bijna alles wat we deden gewoon niet werkt. Eigenlijk dat je ook van tevoren weet dat het een drama wordt. Dus toen zijn we begonnen met gewoon een plan maken met z'n allen van wat willen we nou eigenlijk? Wanneer vinden we het nou allemaal leuk? Wat is er nodig om van Sinterklaas toch gewoon een leuk feest te maken? Nou, er kwam een hele lijst aan oplossingen uit en daar kan je dan wat mee. Onverwacht werd Sinterklaas een ander feest. Een feest dat je wel degelijk kon vieren, maar zonder verrassingen. Want dat is precies het probleem, de onvoorspelbaarheid. Ja, omdat Sinterklaas eigenlijk in alle opzichten het feest is van de onvoorspelbaarheid. Dus alles komt onverwachts. Het zijn allemaal verrassingen. Allemaal onverwachte pieten die opduiken, onverwachte cadeautjes, dingen die in het donker moeten gebeuren, harde muziek, jolige kinderen, veel geschreeuw, veel toestanden. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die niet leuk zijn als je autisme hebt. De kinderen waren nog maar 4 jaar toen Esther besloot om de waarheid te vertellen. Ook al druiste dat in tegen het gevoel. Want alle peuters in de klas geloofden nog in Sinterklaas. Voor onze kinderen was dat het beste, omdat ze gewoon niet gewoon geen leuke decembermaand meer hadden. En ook al vrij snel in de gaten hadden dat er van alles niet klopte. En als er dingen niet kloppen, als er onduidelijkheid komt, dan ga je allerlei dingen in het hoofd halen en dan ga je zelf verbanden leggen dus tussen dingen. En zelf conclusies trekken en er kwam heel veel angst en heel veel onzekerheid kwam daarbij. En dat was gewoon, dat kon je met goed fatsoen je kind niet aandoen. Daarvoor is het dan weer net niet belangrijk genoeg het hele Sinterklaas gebeuren. Dus met een jaar of 4 waren ze allebei wel op de hoogte. En heb ik eigenlijk heel feitelijk verteld wat het allemaal voorstelt, waarom het gebeurt zoals het gebeurt. En wat men daar dan leuk aan vindt, want dat moest ik ze ook echt uitleggen. Want ze zagen de lol van sommige dingen echt niet in. He, als je 's ochtends op school komt en dan is er een rommelpiet geweest die dus al je spulletjes door de war heeft gehaald. Ik heb tot 2 keer toe de kinderen weer mee naar huis kunnen nemen daarna. Die waren zo over de rooien van het hele gebeuren. En dat iemand op het idee komt om een chaos te maken in alle duidelijkheid. Nou ja, daar zagen ze echt de lol, de humor niet van in. Ja, we hebben samen de cadeautjes gekocht. Ook van tevoren helemaal bedacht wat het moest zijn.
En ook al een keertje door de winkel heen gelopen van wat gaat het zijn. En daarna een keer met z'n allen de winkel in om het te kopen. En we hebben het ook samen ingepakt. Wel samen daar leuke gedichten bij gemaakt. Want dat vinden de kinderen wel heel leuk. Waar ze heel erg van houden is woordspelingen. Dus er komen hele grappige gedichten uit waar ze zich dan helemaal slap op lachen straks. Maar dat weten ze dus ook al van elkaar. Maar dat maakt niet uit. Het is juist de kracht van de herhaling dan die ze heel leuk vinden. En dan gaan we al een paar dagen voor Sinterklaas, komend weekend, gaan we al Sinterklaas vieren. En dat doen we dan gewoon op de middag. Dus geen Sinterklaasavond, want dan ben je al vanaf 's morgens dat je wakker wordt aan het spanning opbouwen tot het moment dat het donker wordt. En dat werkt niet. Dus voordat het donker wordt, gewoon bij licht vieren wij Sinterklaas. En tegen de tijd dat we dan gegeten hebben en het wordt donker, dan kunnen ze heerlijk met hun speelgoed gaan spelen wat ze hebben gekregen. En dan is de rust weer teruggekeerd voordat iedereen gaat slapen.